We leven in een wereld helemaal opgevuld met haat. En het lijkt wel of we geen respect meer hebben voor elkaar. Misschien heb ik het goed, misschien heb ik het fout. Maar als ik kijk vanuit mijn eigen ogen is het zeker waar. Wanneer maar eens te kijken naar de afgelopen jaren. Hoeveel mensen zijn geschoten voor onnodige ruzies. Moeder van twee kinderen mishandeld door een man. En de kids leiden eronder door dit elke dag te zien. Of een jongetje van 16 komt zomaar om het leven. Neergestoken door een 14-jarige scholier. Of een 15-jarig meisje heeft een afspraak met de dokter. Al 3 maanden zwanger, maar ze weet niet eens van wie. Breng me terug in de tijd dat je minder werd gehaat. En dat we veel meer liefde hadden voor elkaar. Breng me terug in de tijd van elkaar konden leren. Die tijden dat we elkaar tenminste iets meer respect. Breng me terug in de tijd. Breng me terug in de tijd. Even serieus bekijkt, dan leven we eerlijk gezegd nog steeds niet in vrede. Zet maar even alle feiten netjes op een rij. Dan zul je merken dat we niet echt veel om elkaar geven. Zoveel haat, zoveel pijn, zoveel stress en verdriet in het leven. Zoveel tranen, zoveel spijt, zoveel fouten gemaakt in het verleden. En het maakt niet uit hoeveel pijn het ook doet. Het zijn gewoon dingen waar we mee gaan moeten leren leven. Maar hopelijk gaan we een beter leven tegemoet. Maar tot de dag van vandaag is dat nog steeds waarnaar we streven. Breng me terug in de tijd dat je minder werd gehaat. En dat we veel meer liefde hadden voor elkaar. Breng me terug in de tijd van elkaar konden leren. Die tijden dat we elkaar tenminste iets meer respect. Breng me terug in de tijd. Breng me terug in de tijd. Breng me terug in de tijd dat je minder werd gehaat. En dat we veel meer liefde hadden voor elkaar. Breng me terug in de tijd van elkaar konden leren. Die tijden dat we elkaar tenminste iets meer respect. Breng me terug.